20 wedstrijden hebben beide ploegen 28 punten. En hun inzet is periodetitel of plaats 2 of 3 op de ranglijst. En die plaats geeft namelijk recht op het spelen van de na-competitie. We gaan kijken naar de opstellingen. En dan beginnen we met de ploeg van Cambuur. Daar speelt Oosterhof in plaats van de geschorste Stam. En maakt Dugas plaats voor Van Utrecht. Abma is net als Stam geschorst. En dan AZ. Daar begint Fortes Rodriguez in plaats van Snijders. En is Buskermolen terug in de ploeg ten koste van de geblesseerde Van Dam. Daniels en Lens zijn geschorst. Hier is Edward van Kuilenborg met het verslag. Beide ploegen begonnen goed aan de vierde periode. Cambuur won vorige week met 1-0 bij Heracles. En AZ versloeg VVV in Venlo met maar liefst 4-0. Het begin van de wedstrijd van vandaag was zeer matig. Dit gebeurt na een kwartier spelen. Een overtreding op Den Turk. En een vrije trap voor AZ. Die wordt genomen door Buskermolen. Kooijman. Maar geen groot gevaar voor de Ron. Dat schot van Kooijman die dit seizoen overkwam van Groningen, waar hij weinig aan spelen toekwam. Dan de 25e minuut, als Cambuur nog niet echt gevaarlijk is geweest. Keizer, die vooral de eerste helft heerst op het middenveld. Een overtreding van Kooijman, die boos is dat door de Moussoklu Keizer te makkelijk liet gaan. En Kooijman krijgt geel van scheidsrechter Koopman. Zijn vijfde, hem wacht een schorsing. Marco Ruitenbeek. En voor de Kolen, rechts in de muur. Een vrije trap met van links naar rechts Keizer, Oosterhof en Arts. Arts gaat buitenom. Keizer legt opzij en Oosterhof scoort. Het is 1-0 voor Cambuur. En het tweede doelpunt van die rechtervleugelverdediger in Cambuur-shirt ooit. Ruitenbeek gaat laat naar de hoek die niet is afgedekt. Zijn zicht wordt gedeeltelijk ontnomen. Maar het is wel 1-0. Dezelfde minuut als Cambuur bouwt voorzichtig aan een aanval. Konterman. Die is rechtsbenig. Loopt er dus een beetje onhandig. Speelt Jansen wel goed aan met zijn linkerbeen. Jansen, spits. Arts. Keizer. Van Utrecht. Van Utrecht, voorzet met links. Jansen niet. Kooijman gaat in de fout. En Jansen straft dat genadeloos af. Het is in dezelfde minuut 2-0 voor Cambuur. Voorzet van Utrecht, ex-Excelsior. Kooijman maakte 4 ton, die er kostte zeker niet waar. Jansen droog 2-0. Voor 4255 toeschouwers. Cambuur is de best bezochte club in de eerste divisie. Het merendeel juicht. AZ moet dan komen op dat zware en slechte veld, waarop combineren lastig is. En dan maar een lange bal. Kopbal Huizinga voor de voeten van Rodriguez. En die schiet in de handen van Dron, ex-PSV. Dit is Rodriguez, spelend met rug nummer 2, maar acterend op het middenveld. Overweg en Calderwood hebben trouwens tijdelijk de taak van de ontslagen Korbag overgenomen. Deze week nog wordt waarschijnlijk Han Berger de nieuwe man in Leeuwarden. Maar wat belangrijker is, is dat het 7 minuten voor rust ineens 3-0 wordt. En weer was een persoonlijke fout de oorzaak van het gevolg. Kolen is de man die in de fout gaat. En weer is Jansen de gelukkige. Na die uitrap van de Ron. Van Utrecht is er vandoor omdat Kolen niet goed dekt. En Jansen maakt zijn tweede van de avond en zijn derde pas dit seizoen. En Theo Vonk rechts had andere ideeën over het functioneren van zijn aanvoerder. De tweede helft brengt Vonk, Piet Keur en Donlebe in de ploeg voor de niet goed spelende Kooijman en Inia. En vooral door het inbrengen van de pinshitter Keur, hier schietend, slaat de Vonk weer over op AZ. De Ron redt. De duels worden weer gewonnen door de ploeg uit Alkmaar en Cambuur komt er in die tweede helft niet meer aan te pas. Kolen. Holster. Keur. En 1-3. En haast. En hoop. En nog een klein half uur te spelen. Ja, in de eerste helft was het middenveld en de afvallende ballen voor Cambuur, in de tweede voor AZ. En Keur bewijst zijn waarde. Hij is meer dan een scorende spits. Is ook iemand die een ploeg in een positieve stemming kan brengen. Ruim 10 minuten later, als iedereen zich afvraagt of de druk van AZ nog op tijd komt, als natuurlijk Moussoklu van AZ zijn 5e gele kaart heeft gekregen. Paasje van Donlebe, 18 jaar pas, op die andere invaller, Piet Keur, 34 jaar, ex-Haarlem, ex-Twente, ex-Feyenoord, ex-SVV, ex-Haarlem en ex-Heerenveen. En nu nat geregend en de rug gekromd.
en één helft actief in het AZ-shirt. En hoe? Want zo wordt het 3-2 met nog een kwartiertje te spelen. En overweg is niet zeker van winst.